Goedemorgen allemaal. Het is donderdag 9 mei en achter mij staat echt iets heel gaafs. We hebben een als een van de eerste, niet de eerste, maar wel als een van de eerste, hebben we echt een super gave Abt transporter. Deze is echt helemaal vol. Ik ga jullie alles over vertellen, maar eerst moeten we even een goed plekje opzoeken, zodat de auto zo goed mogelijk in beeld is. Dit is de Abt transporter van Huis de Skokkelen. Voller worden ze eigenlijk niet. Deze bus heeft 235 pk. Het is een 204 pk 4Motion bus met een Abt power module erin. Dus de Abt wielen onder, de Abt bodykit, de Abt dakspoiler. En binnenin hebben we hem ook helemaal afgemaakt. De hele bus is geïsoleerd. Hij is dus een stuk stiller dan een vergelijkbare transporter. Er zit een speciaal lederen interieur in. Dat ga ik zo nog even laten zien. En hij heeft de beschikking over fantastisch mooie stiksels op de stoelen met halve Alcantara bekleding. We hebben daarnaast de enorme Abt wielen. We hebben de remklauwen rood gemaakt, zodat de auto overal stabiliteit heeft. En daarnaast hebben we ook de achterremklauwen zwart gemaakt. Of rood gemaakt, die een mooi contrast vormen met de zwarte wielen. Ik heb even de speklijst erbij gepakt, want deze auto heeft echt een hele boekje. Er is eigenlijk niets meer wat je niet meer kunt, of wat er niet op zit. De auto heeft beschikking over LED achterlichten, LED koplampen, achteruitrijcamera. Navigatiesysteem is lampen voor, vanzelfsprekend. Airco, armsteunen. Hij is gechipt. De chip is van Abt en dat betekent dat de auto gechipt is met behoud van garantie. Deze auto heeft een achterklep in plaats van twee deuren. Is handig als je er nog iets onder moet doen. De bumpers zijn natuurlijk in carrosseriekleur. Hij heeft getint glas. We hebben ook glasroofpanelen op de achterkant gemonteerd, zodat het lijkt alsof de hele auto voorzien is van ruiten. De lichtmetalen velgen zijn in de maat 20 inch met 2,75 brede banden rondom. Hij heeft natuurlijk metallic lak, het is een zwart metallic auto. Ruitsproei is voor, schuifdeuren zijn elektrisch, een schuifdak zit erin, verwarmbare voorruit, stoelverwarming, navigatie, maar ook een spotuitlaat, deuren links en rechts, ook niet standaard overigens. App Connect zit erin, DAB Plus en we hebben het audiosysteem in deze bus ook geüpgraded, waardoor je een heel andere geluidservaring hebt dan in een standaard bedrijfswagen. Dit is minstens zo goed als in een personenauto. De subwoofer zit onder de stoel, er zitten extra speakers in met een bijbehorende versterker. 12 volt aansluitingen achterin in de laadruimte. En we hebben de laadruimte ook versterkt met betonflexplaten en die hebben we ook geïsoleerd. Dus ja, deze auto is behoorlijk stil. De stoelen die erin zitten zijn gewoon comfortstoelen. Dus je zit echt letterlijk als de koning van de weg. En zoals je ziet liggen deze wielen mooi in de wielkasten zonder dat de auto te laag wordt om hem nog te gebruiken waarvoor die bedoeld is. En dat wil zeggen, deze auto is gelaagd met Abt sportsferen. Dus eigenlijk behoud van comfort. Hij is natuurlijk iets stugger door de platte band, maar het is nog steeds een hele bruikbare auto. En dat was eigenlijk het doel bij deze ombouw. De auto moet er te gek uitzien, maar moet bovenal ook gewoon nog steeds praktisch inzetbaar zijn als het werkpaard dat het ooit is, zoals die ooit is bedoeld. We gaan aanbeland bij de achterkant van de auto. Dit is een klep. Dus ja, mocht je vaak dingen uit de auto moeten halen en daarbij moeten, dan is dit gewoon een hele handige plek om te schuilen voor het noodweer dat we de afgelopen maanden hebben gehad hier. De auto is helemaal gestoffeerd van binnen. Doet niet alleen luxe aan, maar is ook gewoon veel stiller dan een kale ruimte. Daarnaast hebben we hier een krik. We hebben twee 12 volt aansluitingen. Er zit een LED-verlichting in, dus ook in het donker kun je goed zien wat er in je auto zit. En de sleepogen en dergelijke zijn allemaal gewoon bewaard gebleven. Je hebt de doorvoer naar de dubbele cabine. Dus ook lange voorwerpen kunnen nog steeds zonder enige moeite mee. En ja, dat is eigenlijk een belangrijk deel van deze achterkant. De achterkant wordt natuurlijk afgemaakt door de Abt spotuitlaat met de diffuser. De achterbumper is helemaal volledig Abt. De uitlaat is volledig Abt. En ook de dakspoiler is volledig Abt. Mocht u eventueel iemand zijn die zegt ik wil er niet transporter en 4Motion op hebben staan, dan kan dat er natuurlijk ook gewoon bij afleveren. Geen enkel probleem. De sky is letterlijk de limit als het op dit soort bussen aankomt. Wij doen dit vaker als bedrijfswagencentrum. We zijn niet alleen natuurlijk volwaardig Volkswagen bedrijfswagendealer, maar we zijn gespecialiseerd in het ombouwen van auto's. Niet alleen
optisch vertoon, maar ook om auto's aan te passen met bijvoorbeeld de complete bedrijfswagen inrichting of maatwerk als het aankomt op een interieur of andere zaken die ja, het leven met een bus zo prettig mogelijk maken. Dus mochten er wensen zijn waarvan u denkt van goh, ik weet niet of mijn lokale partner dat kan, kijk dan even. We hebben elektrische deuren, we hebben de achterbank mooi laten stofferen in half stof, half Alcantara. Het is gewoon een ontzettend mooie bus geworden. Bovenin, ik weet niet of dat overkomt, maar er zit een Alcantara hemel in. En daarnaast hebben we ook nog extra speakers in het plafond gebouwd. Het schuifkanteldak zit er vanzelfsprekend in. En ja, eigenlijk is het één grote aaneenschakeling van luxe. Deze auto doet letterlijk niet onder voor het comfort aan boord van een gewone personenauto. Mocht u nou interesse hebben in deze auto, de prijs, daar moeten we het natuurlijk ook nog over hebben. Dit soort dingen zijn niet goedkoop. Het is een standaard transporter, is echt niet de duurste bedrijfsauto ooit. Dit is niet de duurste ooit, maar hij is wel kostbaar. Deze auto kost in totaal 75.000 euro ex-BTW, ex-BPM. Ondernemers hoeven dat niet te betalen. Mocht u hem ooit gaan bijtellen, reken er dan wel op dat de waarde waarover de bijtelling loopt als privépersoon, dat die behoorlijk oploopt. Dat is direct iets waarvan je denkt, wow, ik weet niet of dat helemaal handig is. Dus bent u iemand die zo'n auto niet in de bijtelling hoeft, maar wel elke dag wil genieten van de mooiste bedrijfswagen, dan is dit uw auto. Hij staat te koop bij ons in Hengelo aan de Platinastraat. En zoals altijd, de koffie staat klaar en we zien u heel graag in het bedrijfswagencentrum bij ons, Huisjes Kokkelen aan de Platinastraat in Hengelo. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende film.